allemaal, mijn naam is Azazat en namens FXLED heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal wederom samen met Tom Lassen kijken naar een interessante analyse met betrekking tot Bitcoin mining. We nemen hierbij ook een kijkje op het Trader Workstation online handelsplatform van FXLED. Zoals gebruikelijk gaan we kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FXLED. We zijn wat dat betreft meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten: eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening. Kijk ook kort naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus beleggen in vrijwel alle mogelijke derivaten in CFD-vorm. En dat is dus mogelijk met 0 euro transactiekosten, dus u betaalt 0% commissie over de trades. Voor de rest heeft u voor het voeren van de beleggingsrekening ook geen kosten, dus de beheerkosten voor de rekening zijn 0 euro. Wilt u zo'n MetaTrader beleggingsrekening openen, dan kan dat heel gemakkelijk via de fxled.nl website en dat is mogelijk vanaf een storting van 200 euro. Wat vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXLED, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. En wilt u tot slot rondkijken op MetaTrader, oefenen met het daytraden, het daghandelen, dan kunt u onder meer met de demo beleggingsrekening 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen en testen met oefengeld en ook nog eens met real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de Trader Workstation beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen in de online versie. Hiermee kunt u dus wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf €1,90. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen, die zijn al te handelen en te beleggen vanaf $1 per stuk. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk via de fxflat.nl website. En dat is al mogelijk vanaf een storting van €200. En ook voor deze beleggingsrekening heeft u wederom geen fees of andere beheerkosten voor het voeren van uw beleggingsrekening. Wilt u daarnaast eventueel nog de overstap maken van uw huidige broker naar FXLED, dan kunt u ook heel gemakkelijk gebruik maken van een depotoverdracht. Dan gaan we door naar de zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige brokers bieden wij ook nog de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Hiermee kunt u dus met de BV of de eenmanszaak beginnen met beleggen. Afsluitend, uiteraard hierbij ook weer de mogelijkheid tot een demo beleggingsrekening. Dus wilt u rondkijken op Trader Workstation, wilt u oefenen met het beleggen, dan kunt u uiteraard met de demo rekening 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen en testen. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn gedurende het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen met Tom op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Ditmaal een interessante analyse over Bitcoin en Bitcoin mining. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, nou wat je hier al ziet, welkom iedereen trouwens. Wat je hier ziet is de koers van Bitcoin dit jaar, 1 januari tot nu, en de koers is 77% gestegen. Nou, dat is nogal wat en daar zitten dus kansen. En laat duidelijk zijn waar ik het vandaag over ga hebben, is risicovol. Is speculeren en heeft weinig met beleggen te maken. Dus laat dat even gezegd zijn. Dat is even belangrijk dat we dat in ieder geval duidelijk hebben. Waarom heb ik het over Bitcoin mining? Nou, hier verderop, echt nog geen 200 meter, nou iets meer misschien, maar bij mijn huis vandaan, was eigenlijk een leegstaande boerderij. Daar was een Bitcoin mining bedrijfje gevestigd voor tijdelijk. En die is er 2 maanden geleden mee gestopt. En waarom? Ja, de energieprijs was sky high en de Bitcoinprijs was hartstikke laag. En dat zien we hier. Het ging helemaal mis en toen heeft hij gezegd: ja, nou hou ik ermee op. En ja, hij heeft ergens 1 maart is hij gestopt, dus het was niet eens hier, maar hij zag alweer van het gaat alweer naar beneden. En hij heeft toen gezegd: ja, nou stop ik ermee. Nu, en we zijn, ja, het is het, dus, was toen 1 maart en we zitten nu halverwege april. Anderhalve maand verder
ziet de situatie er totaal anders uit. Energieprijzen zijn fors omlaag, zijn gehalveerd. En de prijs van Bitcoin, als we dan kijken naar dit punt, was 18.900, dus zeg maar 19.000. En nu is het 27.500. Dus ja, totale verandering, ja, dat kan enorm uitmaken. En dan zie je dat die markt enorm verandert. En ik weet niet hoe die over 3 weken is. Of over 6 weken, dat weet niemand. Ik denk wel dat die Bitcoin-prijs en dus de prijs voor crypto's nog een keer gaan komen. Nou, nu is het nog steeds zo dat er geen nieuw geld, het is nog steeds geld dat heen en weer gaat in die markt is. Ik denk dat er wel, als deze stijging eventjes nog blijft staan en dat er niet nog weer wat van afgaat, veel van afgaat, als we onder de 20.000 euro komen, dan wordt het verhaal anders. Maar als dit zo blijft, dan komt er weer meer nieuw geld in de markt. Dan gaan mensen toch zeggen, nou, daar wil ik wel in mee, want ja, het gaat minstens tot 50.000, zeggen ze dan. En ik ga die voorspelling niet doen. Ik heb wel de verwachting dat het zoiets zou kunnen worden. Nog één keer, hè, dat er nog echt een belachelijke waardering komt. Maar in mijn optiek houdt het een keer op. Maar die speculatie op dit soort bewegingen, ja, die is interessant. En ik wil naar een bedrijf toe waar, wat ik interessant vind en waar ik de aandelen ook op dit moment van heb. En dat is Riot. En Riot is de Bitcoin mining in Amerika aan het toepassen. Andere situaties in Europa, daar is de energieprijs niet zo omhoog gegaan. Dus dat is op zich natuurlijk positiever. En ja, eigenlijk is er in Amerika heel veel gaande. En dan gaan we eventjes kijken naar nieuws en media, press releases van dit bedrijf. Want dan maakt het iets duidelijker. Want wat ze onder andere zeggen, New York Times heeft politically driven attack on Bitcoin mining is full of distortion and outright falsehood. Dus dat hebben ze aangegeven richting de New York Times. Want er is nogal wat. Het punt is namelijk dat er regels zijn, maar ook regels ontwikkeld worden. En de SEC, de Amerikaanse toezichthouder op de aandelenhandel, die heeft nu gezegd tegen sommige bedrijven, ja, je voldoet niet aan de regels. Maar die regels, die zijn nog in beweging. En dan is het niet zo dat je dus direct een overtreding hebt begaan. Alleen, ja, er gaat een verandering plaatsvinden in hoe ze erover denken. Nou, en wat eigenlijk nu het geval is dat ze er met botte bijl ingaan en eigenlijk de hele sector veel schade berokkenen, de toezichthouder. En dat lijkt erop dat dat bewust is. En waarom zou dat bewust kunnen zijn? Nou, dit is natuurlijk, die cryptomuntjes zijn munten. Die worden gebruikt. En de banken, die hebben het recht op muntgeld in Amerika en op het uitbrengen van geld. En dit is dus een concurrent. En dan kan je je afvragen hoe serieus op de lange termijn is crypto als geld zijnde. Maar ja, ze zijn er wel bang voor. En vandaar dus nu vanuit de banken uiteindelijk, maar de overheid van Amerika is van de banken, zullen we zeggen, nu een aanval op de cryptowereld. En dat wordt dus door die kanten en dergelijke, die van dezelfde eigenaren zijn als waar de bankeigenaren, wordt dat dus af en toe ook gewoon gevoed. En ja, dat zal niet overgaan. Dat zal blijven, omdat de machtbasis van de banken, daar wordt aan gesneden door de cryptowereld. Ja, ik heb al vaker gezegd, ik denk dat crypto, met name de technieken achter de blockchain, dat die het gaat worden. Maar de cryptomunten zijn juist leuk om te speculeren. Nou, dat hebben we in ieder geval eventjes gezegd. Als we dan naar Riot gaan kijken, en dan moet ik even zoeken. Dat is hier. Dan zien we dat gisteren 17% gestegen. Nu voor beurs 2% omlaag. Dus dat, nou, de market cap is ongeveer 2 miljard van Riot Platforms. Dit is van, als we kijken naar de koers, die loopt dus ja, gelijk op bijna met de Bitcoin koers. En dat is niet gek, want de mining van hun, die vindt plaats. En ze minen dus Bitcoin. Geen andere munten, ze minen Bitcoin. Dus dan is het dat die koers meeloopt, is niet zo gek. Dus op het moment dat je positief over Bitcoin bent, kan je positief over Riot zijn. Nou, en je ziet nu die beweging omhoog, hij versnelt zelfs enorm. Ja, dat is dan interessant om aan dat aandeel te gaan denken. Dat heb je gisteren kunnen zien toen het 17% omhoog ging. Helaas heb ik het gisteren niet besproken. Ja, een keer een keuze maken, wanneer ga ik het bespreken.
En ja, ik ben dus een dag te laat in feite. Het gaat me er niet om deze om te kopen, dus geen beleggingsadvies. Maar weet in ieder geval dat als je positief over Bitcoin bent, dat je eigenlijk erin kan profiteren door de aandelen te kopen. In plaats van bijvoorbeeld Bitcoin zelf. Als je zegt, ja, dat wil ik niet. Maar het is wel zo dat Riot Platforms natuurlijk ongelooflijk afhankelijk is van hun Bitcoin mining. En ja, goed, dan is het dus de vraag, wat is er allemaal van belang? De energieprijs is van belang voor Riot. Want als die energieprijs omhoog gaat, hebben ze daar last van. Gaat de energieprijs omlaag, hebben ze er een voordeel van. Dus daar zit dan ook weer een puntje in van wat verwacht je met de energieprijs. De wetgeving in Amerika, hoe gaat daarmee? Dat kan ook weer een puntje zijn. En dat weten we allemaal niet. Dus het is echt speculeren en het is, ja, dat is altijd gevaarlijk. Nou, als we dan gaan kijken. Wil jij bijvoorbeeld, en dat is even een zijsprongetje, wil je weten hoe het loopt, dan heb je de cryptonieuwsbrief.be als service, dagelijks service, die wordt geschreven door Joost. Die kan ik wel aanbevelen. Die heeft daar een goede kijk op. En het is interessant om daar eens om dat eens te volgen. Kijken we naar Riot Platforms als bedrijf zijnde. Hoe kijken de grote hedge funds daar tegenaan? Nou, Vanguard, BlackRock, State Street, daar zijn ze. En gewoon met het volledige percentage. Een Vanguard 9%, ja, dat is wat ze normaal gesproken, het 8,5% ongeveer gemiddeld bij bedrijven. Dus ze zitten er gewoon vol in. En dan gaat het maar om 188 miljoen in dit geval, omdat het natuurlijk een klein bedrijf is. Maar toch, ze zitten er wel in. Dus in die zin nemen die het wel serieus. Kijken we naar de insider transactions, ja, dan valt op dat. Een aantal drie stuks van de top van Riot gewoon verkocht hebben. En dat is weer opmerkelijk dat ze dat hebben gedaan. En ja, dan ging dat toch over al snel meer dan een half miljoen waarde. Dacht ik, moet ik even kijken. Is het. Oh nee, value. Nee, min. Ja, in totaal. Dus even kijken, iets meer. Ja, goed. Per man gemiddeld 2 ton. Die ze dan toch. Nou, is dat dan omdat ze zeggen van ja, ik heb een loon nodig? Of is het omdat ze zeggen van ja, ik ga mijn stukken snel verkopen? Nou, ze hebben meer gekregen als je dat ziet. Hè. Ik zal even dit herhalen. Als je ziet wat ze allemaal krijgen. Hier heeft er eentje bijna 3 miljoen aandelen gekregen. Ja, daar worden er dan een paar 10.000 verkocht. Dus dit is niet zorgwekkend. Maar aan de andere kant, als je denkt dat de koers omhoog gaat, waarom zou je dan verkopen? En ze hebben hier verkocht, hè, eentje, vier. Op 4 per aandeel. Hè. We staan nu op 12. Over het niet inzien van de koersvorming gesproken. Hè, want dat was rond 1 januari is het verkocht. Hè, 1 januari. En dan moet je nu zien, een paar maanden verder. Ja, daar hebben ze dus wel gemist. Hè. Dus je moet bij die topmensen van een bedrijf. Moet je realiseren dat dat zakenmensen zijn. Dit zijn geen beleggers. En ze hebben wel een inzicht in hun bedrijf, maar dat wil niet zeggen dat ze een inzicht hebben in de koersvorming. Want het bedrijf, hoe dat gaat en de koersvorming zijn twee verschillende dingen. En we hebben gezien, net met die Bitcoin-koers, dit is 1 januari. Dit is het nu. Ja, toen hebben ze ongeveer verkocht. Ja, dat was een heel andere situatie. Toen stond het 15.500 euro en nu 27.500 euro. Dat maakt nogal wat uit. En dat hebben ze niet voorzien. Dat hebben ze niet gedacht. Nou, kijken we naar de koers. En dit is de koers van de laatste 6 maanden van Riot. Ja, dat ziet er fantastisch uit. Heel anders als de laatste 5 jaar. Dan gaan we er nu eventjes naartoe, hoop ik. Ja, dit is hem. Dan zie je, 2,5 jaar helemaal niks. In één klap, gigantisch omhoog. We praten hier over 63, 68, ja, 65. En nu praten we over 12 waar we staan. Hè? Dus dat is. Nogal wat. En je ziet hier een glijdende schaal. En als we dan in de laatste half jaar gaan, waar we net waren, dan zie je dat dat weer heel langzaam oploopt. Maar er is dus nog heel veel ruimte omhoog. Zou er de gekte in Bitcoin weer komen? Dat kan ik niet voorspellen. Ik zie alleen nu dat het weer de goede kant op gaat. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, zeg het maar. De angst om inflatie, angst voor de oorlog. Ja, de kracht van de dollar of de zwakte van de dollar, angst over de dollar, whatever. Er is van alles te verzinnen waardoor je kan zeggen van ja, daarom gaat Bitcoin omhoog en daarom gaat ook Riot omhoog. Dat is maar net waar jij kijkt wat je zelf vindt dat het is. Maar je ziet hier wel heel positief
Het is nu koopwaardig en het verloopt omhoog. Maar ja, zoals al zichtbaar is, vandaag 2% voorbeurs omlaag. Ja, na de 17% van gisteren vind ik dat niet gek dat je dan even een correctie hebt. Het is de vraag waar Bitcoin heen gaat. En ja, ik zei al, ik heb dit aandeel puur speculatief. Gaan we zien wat het wordt. En ja. Zo moet je het ook kijken, want ik durf echt geen voorspelling te geven. En geen zekerheid, zeker. Het beleggen is natuurlijk nooit zekerheid, maar crypto is natuurlijk echt gewoon speculatief. Er zijn mensen die er heilig in geloven en dan is het bijna een religie. En er zijn anderen zoals ik die zeggen van ja, dit is een tijdelijk gebeuren. Het is een beetje als de bloembollen. En ja, dan op een gegeven moment is het over met die muntjes. Ik zeg niet dat er geen cryptomunt komt. Want ik denk dat cryptomunten op zich wel blijven bestaan. Alleen zijn ze van de banken en niet van dit soort bedrijfjes die hiermee bezig gaan. Dus, en ook andere munten die zijn ontstaan, zoals Ether. Ja, dat gaat heel moeilijk worden op de lange termijn. Tenzij bedrijven echt zeggen, ja, nu hier geloven we in. Maar dat gaat een hele felle strijd worden. Ook met overheden. Van laten we dat toe. Gaan we er toestaan dat er een alternatief munt gebruikt wordt? Ik heb daar een hard hoofd in dat dat gaat gebeuren, maar hey, je kan je laten verrassen. Aras, zijn er vragen tot op heden? Nee, dit is wat dat betreft allemaal duidelijk, Tom. Oké, nou, dan wou ik hem eigenlijk direct afronden. Ik dank iedereen voor het kijken. Ik ben er volgende week dinsdag weer. En als je suggesties hebt over waar het dan over kan gaan, mail dat dan eventjes naar Arash, dan komt het allemaal goed. Dankjewel voor het kijken, Arash, huis voor jou. Helemaal goed. Nou, Tom, wederom hartstikke bedankt. Een uiterst interessant webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxlab.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXLab nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.